De regenboogschool is een leuke, kleurrijke school in Leiden. Er is wel iets geks aan de hand. Een van de braafste meisjes van de school wordt al een week lang gepest. Juga, kom maar even hier. Hallo, mijn vrouw, hè? Ja. Met de graffiti. Hé, is dit voor jou? Nou, nu maar voor jou. Zo. Een week geleden was een groepje leerlingen stiekem graffiti aan het spuiten op de schoolmuur. Floor zag per ongeluk dat een paar klasgenootjes daarmee bezig waren. En de groepsleider van de graffiti-makers heeft haar daar gezien. De volgende dag praatte Floor met een paar juffen en het schoolhoofd. Ja, die is mooi, hè? Ja, zeker. De groepsleider van de graffiti-makers dacht dat Floor ze aan het verraden was. Ja, en ook nog een hele mooie letter. Graffiti is wel echt heel mooi. Ja. Hij vertelt het aan zijn vrienden en samen stoken ze de klas op tegen Floor. Hebben jullie het al gehoord dat Floor ons heeft verraden omdat wij zeg maar verf en graffiti en alles op de muur hebben? Ja, Floor. Ja. Zij ja. Had heel grappig. Baas, het is gewoon zo, ja. Echt waar? Nee. Ja, de muur hadden we allemaal verf en alles gedaan en zij heeft het gezien en heeft het gezien. Zij heeft jullie het had ik echt niet verwacht. Nee. Had ik echt niet verwacht. Het pesten duurt nu al een week. Er is één jongen, Bas, die zich afzijdig houdt van het pesten. Hij wil er steeds iets van zeggen, maar wordt omgekocht met snoep. Hij voelt zich er vervelend over en moet denken aan vroeger. Gelukkig heeft iedereen nu ontzag voor Bas. Vrijdagmiddag in de pauze gebeurt er weer iets. Als ik jou was, maandag maar beter niet naar school komen. Dan spat je helemaal vol met graffiti. Wat heb ik gedaan? Dat is verraden. Weet het best. Stop eens, doe normaal. Je weet toch echt dat het iemands leven kapot kan maken? Sorry. Ja, niks sorry. Sorry tegen haar. Het groepje is bang voor Bas, dus doet wat hij zegt. Ze biecht het op in de klas. Volgens mij moet u dit zeggen tegen de klas. Ja, we hebben ons misdragen. Floor had ons helemaal niet verraden. Ja, we hebben haar bedreigd. Sorry Floor. Bas en Floor worden goede vrienden. Ze hebben een plan ingediend bij de juffen en meesters, waardoor graffiti spuiten nu niet meer illegaal is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de school nu nog kleurrijker is geworden en er meer mooie graffiti op de schoolmuren is gekomen. Nou ja, smaken verschillen.